Je geeft nooit op. We hebben anderhalf jaar keihard gevochten om hier te komen. En we staan niet helemaal waar we hadden gehoopt op dit moment. Dus wij gaan gewoon voor elke minuut strijden, voor elke minuut vechten. En zo snel mogelijk naar de finish. Weet je, er kan van alles gebeuren. Maar ik weet zeker als we er zo door blijven gaan, dat we gewoon een perfecte race kunnen rijden met onze auto en ons team. En dat geeft me ook gewoon wel heel veel vertrouwen en ook heel veel hoop. Steeds aan het strijden voor die podiumplek. Dus ik ben heel benieuwd hoe morgen eruit gaat zien. De laatste kilometers naar Adelaide.